Seda is een fitnesstrainer uit Gelsenkirchen, gescheiden, twee kinderen Farouk is getrouwd en heeft vier kinderen. Om onbekende reden stalkt hij Seda sinds 2017, waarschijnlijk vanwege een afgewezen liefde. Er zijn verschillende aanklachten tegen hem. Op 22 juni 2019 ziet Seda hem voor de deur in Gelsenkirchen -Boeir. Ze belt de politie, die de aanklacht in behandeling neemt en een dreigingsanalyse uitvoert. Farouk wordt weggestuurd. Maar komt 30 minuten later terug en steekt Seda voor haar voordeur. Ze wordt met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een paar dagen later is haar toestand nog steeds kritiek. De dader is gearresteerd in de buurt van de plaats Delict, hij heeft het mes nog steeds bij zich. De kinderen gaan naar hun vader, Seda's ex-man. Er is ook een aanwijzing dat Seda's nieuwe verloofde in Turkije woont. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal. Onderzoek Eervraak.